0. Nou, verder in Assen vandaag rustig weer. Dat zie je ook aan het water. Althans vanmorgen vroeg, want dit was heel vroeg, om 7 uur. Verder wat stapelwolken met ook redelijk wat blauw daartussendoor. Maar het was koud. Op het strand ook wat zon, zie je het, op het zand. Maar ja, voor blote bast was het toch echt niet warm genoeg voor deze kinderen. Dan waren er stapelwolken, ook hier in Gaanderen. Wat blauw tussendoor. En aan de loop van de dag werden die stapelwolken wat dreigender. Zoals hier in Helmond. En later kregen we dan ook inderdaad wat buien. En die buien, die hoorden bij deze storing. Want die trokken in de loop van de dag over ons land heen. Morgen ligt hij aan de andere kant van ons land. We zitten nog steeds in de koude lucht. Verder is opvallend een vrij actief, toch wel lage drukgebied vandaag. In Spanje en ook in delen van Portugal. Er is ook wel wat zachtere lucht. Dat ligt zo ergens bij de Britse eilanden. Kan niet helemaal bij ons komen, maar ja, iets, die temperaturen te wel omhoog kunnen gaan, zou ik zo zeggen. Dit is dan weer zo'n neerslaganimatie, computerberekening. En zie je dan nog die neerslag van vandaag. Slecht weer in Madrid, als u het gevolgd heeft, de trouwpartij daar. En ook in Alpen trouwens, op wat grotere hoogte, sneeuwde het zelfs. En voor de rest heel veel, of behoorlijk veel, regen in ieder geval. Maar de komende 24 uur wordt dat allemaal wat minder. In ieder geval in Spanje en Portugal. Daar, ja, helemaal droog zal het niet worden. Verder wordt er morgen gereest in Monaco. Zou een bui kunnen vallen. En ook bij ons nog steeds een klein stukje groen. Dat betekent dat er wat regen kan vallen. Britse eilanden zien er gewoon goed uit. Vrijwel droog daar zo. Bij ons is wat wisselvallig. Flinke regen- en onweersbuien in Spanje. De zuidelijke costa's die zien er wel droog uit. Hetzelfde geldt voor de Canarische eilanden. Mooi weer. Dat zit in het zuidoosten van Europa. Zeg maar op de Griekse en de Turkse stranden. En wat de temperaturen betreft. Ja, nou goed, bij ons is het natuurlijk koud. Hè? We zitten in een blauwe gebied. En voor de hogere temperaturen moet je uiteraard naar het zuiden toe. In de noordkust van Afrika. Daar zijn er redelijk temperaturen. En natuurlijk de Turkse stranden. Daar temperaturen dan tegen de 30 graden aan. Misschien. Nou, verder. Vandaag natuurlijk wat bewolking boven ons land. Wolkvelden. Grote stapelwolken. Het kwam vanaf de Noordzee. Er zit verderop nog een grote pluk met bewolking. Die schuift zo naar beneden toe. En waarschijnlijk tot het westen van het land daar wat last van gaat krijgen. De buien van vandaag trokken van het noorden uit over ons land heen. En op de laatste plaatjes, daar gaan we even op wachten. Nou, blijft er niet zo heel erg veel meer van over. In het zuiden van het land zitten er nog een paar. In het noorden komen een paar nieuwe binnen. Maar die zijn wat minder pittig als dat ze geweest zijn. Maar aan zee blijven vanavond en vannacht nog wel een paar buien vallen. Een enkele glipte doorheen naar het binnenland. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Een graad of 5 gemiddeld in het zuidoosten. Een graadje lager. En er zou aan vlak aan de grond nog wel een graadje vorst in kunnen zitten. En morgen in het hele land kan er een bui vallen. Het westen van het land de meeste wolking. Het oosten de grootste kans op zon. Ongeveer 14 graden. In het algemeen een matige, weliswaar noordelijke wind. In het Waddengebied dan ietsje meer. En namorgen, nou goed, af en toe wel wat zon. Van tijd tot tijd een hele enkele bui. Maar het blijft gewoon te koud voor de tijd van het jaar. Fijne avond. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door Velux, dakvensters en raamdecoratie. Sommige dingen zijn echt onverklaarbaar. Zometeen bij erin Mysterious Ways. En bij RTL 4 ziet u het topteam van Medicopter 117.